Al lange tijd vragen wij ons af welke gevolgen heeft de segregatie in het Amsterdamse onderwijs op de denkbeelden van witte leerlingen op een wit categoraal gymnasium, wat betreft de associatie met intelligentie en etniciteit. We hebben 30 leerlingen van het Ignatius, een wit categoraal gymnasium in Amsterdam, uitgenodigd om mee te doen aan ons onderzoek. Ik denk deze het hoogste. Vindt het hoogste? Ja. Ja. Ik vind dat deze echt wel hoog gescoord hebben. Ik weet niet waarom. Oh ja, ja. Deze hebben we ook wel hoog gescoord. Ook wel hoog gescoord, denk ik. Ik dacht deze wat lager heeft gescoord en deze al. Ik vind deze helemaal rechts. Deze wil slim uitzien. Mm-hmm. Ja. Zijn die nu een beetje aan de linkerkant? In ieder geval daar. Ja, zo. Misschien deed het zelfs eerst. Ja. En deze erna. Ja, hij is goed. Oké. Maar ik denk dat zij wel sliep. Ja, zij zijn wel blij, maar deze ook. Ja. Nou, deze. Ga daarheen. Ik denk dat deze en deze ook niet. Deze wat meer naar voren gaan. Mm-hmm. Ik weet niet, ik krijg bij deze wel een goed gevoel. Ja, ik ook. Oké, dan laten we die hier leggen. Dat van hoger is. Deze denk ik. Ze hebben wel een merkleven. Ze hebben wel een merkleven. Misschien deze wel. Ja, oké. Dat is wel. Ja? Is het een volgorde? Nou, ja, we zitten op best wel een wit school volgens mij. Wel waar, maar... Ja, ik denk dat het meer van een bepaald gebied komen, want ik zit er niet heel veel getinte mensen op onze school. Nee. Niet heel veel, denk ik eigenlijk. Nee. En vooral veel Nederlands. Ja, dat klopt denk ik niet. Nee. Ja, op zich wel. Wil je Shakir? Ja, 1 op 24. Dat is niet waar. Maar wat is niet waar? Wat vind je ervan? Nou, in onze school even bedoel je met nationaliteit dat mensen van veel landen komen en zo. Nou, dat vind ik niet echt heel erg. Nee. Helemaal niet. Ja. Ja. Als je kijkt naar onze school? Ja, ik vind wel dat het kan, maar zeg maar, je ziet hier meer nationaliteiten dan op onze school. Het is best wel divers. Maar... Ja? Nee. Er zijn echt heel veel Nederlands. Echt heel veel. Ja, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het is, ik weet niet, het is, ik zit een beetje in het midden, maar dan meer dat het niet waar is. Want het is wel, het is wel echt een merendeel van blanke mensen die hier op school zitten. Nu dat ik hier ook naar kijk, is het meer dat het, is het een beetje, hier zitten dan veel meer blanke mensen en hier zitten dan minder blanke mensen. Ja, dat kan wel kloppen, maar niet zo heel veel. Nee? Ik denk dat er wel scholen zijn met meer nationaliteiten. Nou, vaak zijn die mensen ook van oorsprong uit Nederland en hier hoogopgeleide banen. En vaak geef je dat ook door aan je kind in de opvoeding. Nou, ja, dan denk ik dat zij misschien iets slimmer zo zijn, maar dat is ook weer niet altijd zo, zeg maar. Dat komt ook denk ik door deze buurt dat er wat minder mensen daar wonen. Mm-hmm. En ik denk dat dat soort mensen toch geneigder zijn om... wat gewoon wat meer naar elkaar toe te trekken. En omdat er op deze school al heel weinig van
zijn, dan is het een beetje, zeg maar, dan is het niet van, oh ja. Misschien voelen mensen die, zeg maar, tintenhuisspeel zijn of niet wit, dat die zich niet zo fijn thuis voelen op zo'n school. Nou, ik denk dat het komt door opvoeding. Ik weet dat zelf toevallig ook wel, want ik heb ook een tijd in Suriname gewoond. En dat komt door opvoeding, want in een land als Suriname zijn er veel ouders die, die dat minder belangrijk vinden. Die ook niet echt een kind optimaal stimuleren. En dat is eigenlijk meestal zo. Omdat ze allemaal uit Nederland komen, denk ik. Oké. Ja, zij worden dan meer gestimuleerd door hun ouders of zo. En dan worden ze ook slimmer. Nee, ik weet het echt niet. Ik denk misschien omdat ze het ook misschien wat makkelijker hebben. Omdat je bent, zeg maar, heel erg Nederlands opgevoed en zo. En ik denk dat een school, een gymnasium, daar niet echt heel erg rekening mee houdt op wat je nationaliteit is. Nee, volgens mij heb ik wel een idee. Want kinderen uit andere landen zijn vaak tweetalig opgevoed. Ikzelf ben ook tweetalig opgevoed. Dus dat maakt het Nederlands beheren vaak wat lastiger voor die kinderen. Dus bijvoorbeeld, sommige kinderen maken fouten bijvoorbeeld tussen de raam en het raam. Ja. Maar ook gewoon de water en het water. Dat gaat sommige kinderen gewoon. Ja. En dat maakt het leren ook gewoon iets lastiger, denk ik. En het is moeilijk om bij te brengen. Ik denk dat het komt omdat het Ignatius een christelijk verleden heeft. Ja, het is Rooms-Katholiek. Dus het was Rooms-Katholiek. Het is, maar het is niet streng gelovig. Docenten, mensen die wit zijn, laat ik het maar even heel kortere bocht zeggen. Ja. Op de basisschool die geven het ook een hoger advies, omdat ze denken dat zij het makkelijker aankunnen dan mensen met een achtergrond uit een ander land. Op de basisschool worden sommige kinderen met hele rijke ouders worden vaak overschat. En kinderen met een wat armere of wat andere afkomst worden vaak onderschat. Omdat ze zijn anders en ze zijn anders dan je in Nederland meestal ziet. Nou, ik weet niet, het is gewoon, het is niet alsof ze er niet op kunnen komen of zo. Nee. Bij mij had ik heel veel allochtone kinderen uit de klas, heel veel Marokkaanse kinderen uit de klas. En meestal was het klasgemiddeld ongeveer VMBO, T of zo. Dus dat is ook de reden waarom ik zo'n bewuste keuze maakte. Ik heb het denk ik ook wel gewoon bewust gemaakt uit eigen ervaring dat mensen met andere nationaliteit vaak iets lager niveau doen. Ja. Wat gemengder kan wel. Ja? Ja. Ik vind het persoonlijk echt. Ja, ik vind het soms best wel stom, maar. Ja. Maar ja, mijn kleur maakt niet per se uit. Nee. Vind ik. Het is wel een beetje. Ja, een beetje veel. Ja, Nederlanders toch? Ik mag wel, zeg maar, mag ook wel meer andere. Ja. Ja. Dat is jammer, denk ik. Ja? Ja. Ik denk dat het wel goed is voor je algemene ontwikkeling als je gewoon met meerdere culturen te maken krijgt en zo. Ja. Nou, ja, ik weet niet. Ik ben er niet echt mee bezig. Of nee, ik ook niet. Ik denk er niet aan. Nee. Het is niet echt een daily struggle, maar. Nee? Het is, weet niet. Normaal, maar we hebben ook gewoon mensen met een getintheid in de klas en die zijn ook super leuk. Dus. Ja, het voelt gewoon. Ja, niks anders gewend eigenlijk. Het voelt gewoon normaal. Ik zou het wel iets meer gemixt willen, maar ik vind. Het zijn wel leuke klassen hoor. Ja. Ik ben het wel als een beetje gewend, want ik ben door mijn moeder opgevoed en ik ben ook half Nederlands, dus ik voel me ook wel wit, maar soms mis ik wel gewoon, soms hebben donkere mensen altijd een andere humor, soms mis ik dat een beetje. Ik vind het, ik vind het op zich, ik heb er geen heel erg problemen mee, dus ik wel, wat hij al zei, van het mag best wel wat meer gemengd,
Maar het is niet dat ik me voor schaam of zo dat ik blank ben. Maar hoe is het voor jou om wit te zijn op een op het Ignatius? Ik weet niet. En hoe is het voor jou om in zo'n witte omgeving te zijn? Ik vind het gewoon prima. Ik voel me gewoon thuis op deze school. Ja? Ik ken veel mensen. En ja, misschien is dat ook de reden waarom heel veel mensen ook mij kennen. Dus ja. Ik vind het gewoon een leuke plek. En ja. Gewoon prima. Ja, ik bedoel, ik word thuis ook best wel Nederlands opgevoed. Mijn moeder is wel Indonesisch. Maar ik word er gewoon heel Nederlands opgevoed. En ik weet niet of dat er wel mee te maken heeft. Maar. Ik moet er wel een beetje aan wennen. Want op de basisschool was niemand wit. En hier is iedereen echt wit. Dus, maar het voelt niet raar of zo. Maar het is wel even wennen. Hoe merk jij dat jij niet wit bent? Merk je dat wel in je dagelijks? Ja, ik praat nu echt veel netter dan in de basisschooltijd. Nou ja, je voelt je normaal, maar ik bedoel, ik weet ook, het voelt normaal, maar ik denk als als ik in een school was met alleen maar Nederlandse Turken, zou ik me ook normaal voelen. Tenzij ik ermee gepest zou worden dat ik Nederlands was. Soms dat er opmerkingen worden gemaakt of leraren bijvoorbeeld iets raars zeggen of zo? Maar dat is dan meer dat ik het niet. Ja, ik denk een beetje. Ja, raar, goed bedoeld. Dat ik het dan niet een beetje eens ben met de manier waarop ze over iets vertellen. Soms bij geschiedenis bijvoorbeeld. Dat dan, maar ik denk niet echt dat ze dat expres doen. Dat hoop ik ook niet. Nee. Maar geef ze dan een voorbeeld? Wat? Nou, bijvoorbeeld dat geschiedenisdocent vertelde over de slavernij. En dan denk ik van. Nou ja, ik denk dat je het beter als je het zo en zo kan. Als je het zo en zo verwoordt, vind ik dat het. Ja, ik denk dat het dan wat acceptabeler is voor andere mensen. Dat er minder verdeelde meningen over zijn dan de een. Want ik denk wel dat er kinderen in onze klas zijn die dan vinden van dit kan niet, dit kan ik niet zo zeggen. En als je dat gewoon veilig en voorzichtig vertelt, dan heb je daar geen ophef over. Nee. Nee? Ik denk het wel. Eigenlijk. Ik denk het niet. Ik heb niet echt gemerkt dat mensen in mijn klas vragen waar jouw ouders vandaan komen, waar dit en dat is. Dat heb ik gemerkt. Ik wel. Of gewoon, ja, misschien in de eerste of zo, bij kennismaking toch. Maar voor de rest was het gewoon chill. Iedereen accepteert elkaar en het was gewoon. Jongens was vooral gewoon het kloot met elkaar, meisjes was het gewoon. Maar niet echt iets dat met achtergrond te maken heeft. Nee, dat viel wel mee, maar